In deze aflevering van Hardware Info TV, infrarood temperatuurmeters. Welkom bij Hardware Info TV. Vandaag is even geen computerhardware of consumentenelektronica, maar heel wat anders. We gaan het hebben over infrarood temperatuurmeters. Dat zijn apparaten die we hier sowieso in ons testlab gebruiken. Er bestaan ook wat luxere varianten van. Hier is ook de reden die wij daadwerkelijk voor veel tests gebruiken. Laten we maar eens even beginnen met wat is zo'n ding en wat kun je ermee? Ja, het is een apparaat. Het lijkt op een pistool. En wat je ermee kan doen is dus heel gericht op één punt de temperatuur van iets meten. Optisch dus. Het werkt op basis van de infraroodstraling die alle objecten uitzenden. Ja. Dat vangt hij op en dan meet hij dus op één punt, in dit geval de tafel. 22,6 graden is de tafel waar we nu aan zitten. En dat is dus handig om producten waar je niet goed bij kan komen, of als je er niet bij wil zijn in de buurt, om dan toch de temperatuur te kunnen meten. Ja. En onder andere zien we dat bij overklokking worden dit soort apparaten gebruikt om even heel specifiek, bijvoorbeeld tussen twee objecten door, heel diep op je moederbord iets te kunnen meten, waar je niet een pennetje bij kan steken omdat je anders kortsluiting maakt. Ja, want normaal gesproken als je temperatuur meet, is het bij vloeistof stoppen natuurlijk een ouderwetse thermometer in. Bij andere dingen er een sensor opplakken. Inderdaad, hier hoef je er niet fysiek direct bij te kunnen komen, maar ander voordeel is ook dat je gewoon meteen je resultaat hebt. Gewoon binnen een seconde weet je hoe het is. Ja, het is heel snel. Het heeft uiteraard ook wel nadelen. En dat geldt ook voor het apparaat wat hier ligt. Dat is een warmtebeeldcamera, daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat optisch meten, dat gaat uit van de hoeveelheid, de emissiviteit van een object. En dat is dus de hoeveelheid warmte die daadwerkelijk uitstraalt. En dat hangt af onder andere van het materiaal, van de kleur en ook van hoe glanzend iets is. Dus je moet weten wat de emissiviteit van een product is. Er bestaan mooie tabellen voor. De meeste producten zitten zo rond de 0,9 tot en met 0,98. Dat is zeg maar ten opzichte van een zogenaamde black body radiator, zoals dat doet. Een heel technisch verhaal, maar dat is een object wat 100% van zijn warmte uitstraalt. Ja. De meeste objecten zitten dus tussen de 90 en de 100 en de 98%. Ja. Maar er zijn ook objecten die veel minder warmte uitstralen. Bijvoorbeeld glas is heel lastig, dat reflecteert juist heel erg. Ja. En dan moet je dus een heel andere emissiviteitswaarde op het apparaat instellen. Dat brengt ons meteen tot de vraag van hoe nauwkeurig is dit dan? Want het geeft natuurlijk netjes een temperatuur met één getal achter de komma. Maar de vraag is of dat überhaupt dus nauwkeurig genoeg is. Nou, het ligt eraan wat je doel is. Als je relatieve temperatuur wil meten, is het eigenlijk altijd goed. Ja. En wil je heel precies iets weten? Relatieve temperatuur als in iets is nu zoveel graden en ik ga iets met het apparaat doen. Ja. En dan voor 5 minuten later, hoeveel warmer is het geworden? Ja, of deze spot ten opzichte van een spot ernaast. En als je het heel precies wil weten, dan neem je een reading. Doe je het daarna nog een keer met een echte touch temperatuurmeter waarvan je weet dat het goed is. Ja. En stel je de emissiviteit zodanig bij dat het overeenkomt en dan weet je dat het klopt. Ja, maar sowieso zeg je in de basis gewoon dingen die mat zijn, werkt het gewoon prima. Is iets glimmend, dan moet je toch altijd Ja, dat is balpark. Dus zeg maar dingen die echt glimmen, maar bijvoorbeeld ook blank metaal is ook heel moeilijk, dat reflecteert eigenlijk. Dus dan zie je gewoon een spiegelbeeld van iets anders. Daarnaast ben je feitelijk aan het meten. Dus bij dit soort apparaten, zowel bij zo'n optische thermometer als bij een warmtebeeldcamera, moet je echt goed opletten wat je nou daadwerkelijk aan het meten bent. Want je kan wel eens foute readings krijgen. Ja, en waar wij in het Hardware Testlab dit apparaat onder meer voor gebruiken, is bijvoorbeeld de temperatuur van videokaart, waarbij we dan op de PCB mikken of de temperatuur van moederborden, dat soort zaken. Ja. Met eigenlijk opnieuw weer als voordeel dat je gewoon meteen je meting hebt. Ja. Waar je met een normale temperatuursensor toch altijd wel even moet wachten. En je moet er dan ook nog maar gewoon makkelijk bij kunnen komen. Ja. Ja, en dan dit apparaat, want dat is eigenlijk de infrarood temperatuurmeter on steroids. Ja, dit is een warmtebeeldcamera, zoals het heet, waar deze op één punt meet. Heeft deze een matrix aan meetpunten. In dit geval 120 bij 160. Dat is dus de resolutie is ook 120 bij 160. Je kan er ook video mee maken. En deze heeft dus een heleboel van die meetpunten, waardoor je dus visueel kan zien hoe iets ten opzichte van zijn omgeving qua warmte is. Ja. En dat is natuurlijk heel erg interessant, want dan zie je meteen, bij dit apparaat zie je, is iets 20 of 22 graden. Maar het is moeilijk om dat in het perspectief van de omgeving te zien. Terwijl hierbij zie je daadwerkelijk optisch hoe iets zich verhoudt tot wat er in de omgeving is. En als je dus naar een apparaat of naar wat anders kijkt, je ziet heel duidelijk wat de warme punten daarvan zijn en wat de koude punten zijn. Precies. En dit soort apparaten heb je in verschillende resoluties. Het begint bij onder de 100. Dit is dan een 160x120. Je hebt ze tot 320x240. Ja. Alleen die prijzen lopen dan echt exponentieel op. Want waar een apparaat zoals die warmtemeter die we daar hebben liggen, deze kost €300. Maar je hebt ze ook nog wat goedkoper. Voor rond de 100 kan je ook al terecht. Ja. Deze die we hier hebben, 120 keer 160, kost gewoon €6.000. Dat is echt een heel ander balpark. En ook voor de meeste consumenten dus ver buiten bereik. Maar het is wel echt heel leuk speelgoed. Ja, nou, we hebben er uiteraard ook even mee zitten experimenteren. Onder andere zelfs naar
warmteopwekking van een laptop gaan kijken. Want dat kun je bijvoorbeeld echt heel mooi mee zien. Ja, wat je goed ziet als je dus een product over tijd meet, want je kan er ook filmpjes mee maken, is dat je ziet dat met een product idle is, zie je waar de warmte zich een beetje bevindt, dus waar de processor zit. Ja. En dan zie je ook dat op het moment dat je, in dit geval gingen wij 3D Mark Firestrike draaien op een MacBook Pro, het nieuwe Apple MacBook Pro Retina. En dan zie je heel duidelijk dat het onder het toetsenbord helemaal opwarmt, dus dat je een hotspot krijgt van waar de processor en de GPU zitten, maar ook waar de warmte aan de achterkant eruit wordt geblazen, zie je dat dan heel veel warmte ontstaat. Ja, en zo zijn er meer dingen. We hebben ook nog geëxperimenteerd met een PC-systeem. Het is natuurlijk leuk om te zien, maar het is met name handig als je problemen hebt. Op het moment dat een systeem bijvoorbeeld instabiel is en je hebt geen idee waardoor het komt. Ja. Hetzelfde met je notebook, die wordt heel erg warm en het is niet duidelijk hoe dat ontstaat of waar het vandaan komt. Dan kan je met zo'n warmtebeeldkamer gewoon visueel een beeld krijgen van waar die warmte precies zit en eventueel daarop dus actie ondernemen. Ja. Voor wat voor redenen zou zeg maar een consument van apparaat kopen? Misschien nog wel even, zelfs als we even wegdenken van de PC's of consument elektronica weer. Ja, maar je ziet dat deze dingen met name worden gebruikt. Die warmtebeeldcamera's is in de bouw. Dus om te kijken of er lekkages zijn. Want water wat bijvoorbeeld onder een plat dak blijft zitten, dat koelt langzamer af en wordt langzamer warm dan de omgeving. Dus je kan zien of er bijvoorbeeld onder een plat dak of daar water onder zit. Ja. Maar ook om de isolatie van een huis te meten. Dus om te kijken of je ergens kieren hebt of dat er isolatie ontbreekt in een spouwmuur. Dat kan je met dit soort apparaten heel duidelijk zien. Want in feite maak je nou gewoon zeg maar zo'n warmtefoto van je muur. Als alles blauw is, is het goed. En als je ergens zeg maar rode streepjes ziet, dan moet je je zorgen maken. Ja, dan weet je dat er iets niet goed is. Of dat bijvoorbeeld een raam niet helemaal goed dicht zit. Dat er kieren zijn die tochten. Ja, we moeten wel direct even bij zeggen. Want we zeiden dus juist ook al overklokkers. Moeten wel natuurlijk bij zeggen dat dit soort apparaten zijn niet heel erg bedoeld om temperaturen van 100 graden onder nul of nog verder te meten. Nee, dus deze apparaten, voor dat soort dingen zijn ze gewoon echt niet bedoeld en ook niet nauwkeurig. Nee, het ligt een beetje aan welke je hebt. Deze apparaten gaan allebei zo vanaf min 40 volgens mij tot een graad of 300. En deze optische temperatuurmeter die we hier hebben, deze specifieke, gaat van min 50 tot 1600 graden. Ja. Dus ja, je kan er aardig mee onder nul, maar niet zo. Je kan er geen echt heel diepe temperatuur onder nul mee meten. Ja, en dan hebben wij dit apparaat geleend. Dus we hebben nu eigenlijk wat eerste testjes ermee gedaan. Het is nog niet gezegd wat we hier nou precies verder in de toekomst mee gaan doen. Nee, het is leuk om mee kennis te maken. Je ziet ook wel dat het lastig is, met name omdat die emissiviteit van objecten heel erg verschilt. Als je bijvoorbeeld een notebook hebt met een metalen oppervlakte, dan ben je heel wat anders aan het meten als een notebook met een mat zwart oppervlakte, terwijl de temperatuur dus wel gelijk is. Dus het is lastig om er heel nauwkeurige metingen mee te doen. En bovendien zegt wat je aan de buitenkant meet natuurlijk ook niet wat er zich dieper in het apparaat afspeelt. Want het kan zijn dat die buitenkant heel erg warm is en dat het juist een goed teken is omdat dat zo is ontworpen, dat is je warmte naar de buitenkant afgeeft. Ja. Terwijl er dus ook apparaten kunnen zijn die aan de buitenkant heel erg cool zijn, maar die van binnen dus heel erg warm worden. Dus ja, het is leuk om mee te spelen. Daarom doen we deze uitzending ook. Het is gewoon een leuk nerdspeelgoed. Op dit moment nog veel te duur. Deze camera kost zo'n 6.000 euro, de Fluke TI-125 die we hebben liggen. Ja. Er zijn ook andere merken die dit soort producten maken. Met name Testo en ook Flair zijn er heel erg bekend van. En we zien nu ook wel dat die prijzen echt omlaag komen. Er zijn nu ook van dit soort apparaten voor rond de 1000 euro te koop. Dan heb je wat minder mogelijkheden en wat minder resolutie. Maar de ontwikkelingen gaan echt heel erg snel. En over een paar jaar, als zo'n apparaat 200-300 euro kost, dan kan ik me voorstellen dat veel meer mensen dit gewoon wel een leuk ding vinden om mee te spelen. Goed, tot zover de warmtemeters. En tot zover ook deze aflevering van Hardware Info TV. Vergeet het niet, we zijn iedere maandag, woensdag en vrijdag. Reacties zijn altijd welkom. Zet ze of op YouTube of direct op de site onder de video. En wij spreken je graag snel weer. Tot de volgende keer. Ja, uiteraard moeten we er natuurlijk wel bij zeggen. Je hebt die volledige versie van Windows en dus de volledige desktop. Maar qua positionering is het wel zo, als je die desktop veel gaat gebruiken, is vermoedelijk een bestaand apparaat met 10-inch scherm wat voor de hand liggende. Dit apparaat is toch eigenlijk voornamelijk bedoeld om die nieuwe fullscreen apps te gebruiken. Nou, ik moet eerlijk